Ja, wel leuk. Wat vind je van het belofte team op dit moment? Ik denk dat het niveau van momenteel de jongens is die in de A1 spelen en in het tweede en in het eerste, want het schuift heel veel door naar elkaar, is denk ik redelijk goed. De A1 staat volgens mij bovenaan samen met Heerenveen, geloof ik. De tweede staat bovenaan samen met NEC, geloof ik. Dus dat is goed. En het is niet alleen maar zo dat je naar bovenaan moet kijken, want het gaat uiteindelijk ook om de mensen die van de A1 naar 2 naar het eerste doorstoten naar de A-selectie. Want dat is natuurlijk wat het allerbelangrijkste is. Maar toch vind ik ook dat spelen bovenin is ook belangrijk. Omdat je hebt ook spelers nodig die weten wat het is om wedstrijden te winnen. Dat vergt ook een bepaalde mentaliteit. En dat heb je ook in het eerste nodig. En het zou gek zijn op het moment dat er dus bij de A1 en bij het tweede alleen maar wordt gekeken naar, is hij wel goed of niet goed. En dan kom je bij het eerste. En dan gaat het niet of hij wel goed of niet goed. Dan gaat het om dat je samen uiteindelijk met z'n allen een prestatie wil neerzetten en een resultaat wil behalen. En wat is daarvoor nodig? Nou, dat zijn ook zaken die denk ik ook bij de jeugd gewoon belangrijk zijn. En die ook de nodige aandacht moeten blijven krijgen. Volgens mij gebeurt dat bij de A1, volgens mij gebeurt het bij de tweede. Dus wat dat betreft kunnen we denk ik wel gewoon tevreden zijn. Hoe houd jij jezelf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jong Ajax, als je er zelf in bij bent? Nou, wij hebben een technische staf van 5 mensen en die zijn er altijd wel 1 of 2 die kijken als ze uit moeten spelen. Dus daar krijg ik de informatie van. En daarbij heb je ook bij Ajax Televisie heb je soms beelden nog van doelpunten en momenten. Dus ja, wat dat betreft krijg ik de informatie wel die ik nodig heb. Heb je ook veel contact met Adrie Koster? Uiteraard, Adrie Koster, met Aaron Winter en ook met Frank de Boer, Bob de Klerk. Dat zijn de trainers van de A1 en 2. Dus ja, daar is natuurlijk ook regelmatig wel contact mee. Dus ja, ik denk dat het ook belangrijk is in de kracht van Ajax om in ieder geval die binding met dat soort elftal op een goede manier te verzorgen. Jong Ajax, jij bent daar zelf trainer van geweest samen met John van Schip. Is dat in jouw voordeel dat je weet hoe het bij zo'n team eraan toe gaat? Een beetje? Nou, ik denk dat het wel helpt. Ik bedoel, het is een heel moeilijk team, het tweede. Want de ene keer krijg je spelers uit de A1 en de andere keer krijg je spelers uit het eerste. Dus het is moeilijk om vast elftal te krijgen. En je moet elke keer maar weer passen en meten om te kijken in hoeverre je daar een goed team op het veld krijgt wat zeg maar met elkaar samen goed kan spelen. Aan de andere kant, als je een tijdje onderweg bent, dan zijn ook die spelers wel weer aan elkaar gewend. Het is altijd belangrijk dat je die jongens van het eerst op een goede manier weet te motiveren. Want het is toch vaak een degradatie als ze uit de A-selectie in het tweede moeten spelen op een maandagavond. Ergens op een bijveld, in het donker. Ja, dat is ook een kwestie van goed motiveren. En ja, de andere keer is het weer iemand uit de A1 die natuurlijk in al zijn ijl misschien veel te veel wil doen, als ijver. Dus ja, het is altijd een beetje moeilijk om daar een goed team van te maken. Toch ben jij niet bang om een speler van Jong Ajax over te hevelen naar jouw selectie en hem ook meteen te gebruiken, hè? Nee, kijk, we hebben dit seizoen Daley Blind is erbij gekomen. Toby Alderweireld is erbij gekomen. Darko Badoel is er nu bij gekomen. Kijk, uiteindelijk moet je de jeugd wel in de gaten houden. En er zijn af en toe spelers bij waarvan wij vinden, die is een dusdanig, dat is een dusdanig talent of die heeft dusdanig kwaliteiten. Die kan ook met het eerste meetrainen en misschien wel mee voetballen. Zeg maar, die weg die moet je altijd zeg maar goed in de gaten houden. Want er zijn natuurlijk elke keer jongens bij die interessant kunnen zijn voor het eerste. En dat is ook iets wat natuurlijk Ajax in de loop van de afgelopen jaren natuurlijk ook wel weer groot heeft gemaakt en ook wel weer geholpen in financieel opzicht. Dus ik denk dat we daar altijd wel goed op moeten blijven letten. Zie je het als een soort van schaduwelftal? Van als er bij jou al je rechtsbacks wegvallen bijvoorbeeld, dan... Ja, goed, normaal gesproken zou dat wel logisch zijn. Alleen het is natuurlijk zo dat
de leeftijden van de jongens in het tweede, die zijn ook dusdanig jeugdig dat je niet altijd gelijk kan zeggen, oké, dan pak ik iedereen van het tweede. Omdat iemand van 18, 19 jaar, die is soms gewoon nog niet toe aan de Eredivisie. En zeker niet op het niveau waar Ajax speelt, waarin iedereen natuurlijk altijd super gemotiveerd is. Thank you.